Goedemorgen iedereen. Ik was eigenlijk niet van plan om een video op te nemen vandaag. Maar ik was daarnet een hele conversatie met mijn team aan het voeren. In mijn hoofd natuurlijk. En ik dacht van, eigenlijk is dat een boodschap die moet gedeeld worden. Dus vandaar dat ik opnieuw weer in mijn auto op weg naar huis een video aan het maken ben. Ja, het is wat het is, zolang het de boodschap maar verspreid wordt. Het idee of de boodschap waar ik mee wil delen is omdat ik eigenlijk een inzicht had in mijn eigen leven. En ik heb het al vertaald in blogs, video's, e-books, ik weet niet waar ik het al vertaald heb. Maar dus helemaal in het begin van mijn tweelingvlampad was er iemand op mijn pad gekomen en uiteindelijk ja, bleek dat een scammer te zijn. Maar dat was ook iemand die in Schotland woonde en niet zo toevallig, in diezelfde periode had ik een aantal klanten die, laat ons zeggen, niet altijd aan die goede kant van de maatschappij hun leven leiden. Jullie weten ook dat ik als 16 jaar als politieambtenaar gewerkt heb. En ook daar, zelfs eigenlijk al in mijn psychologieopleiding, werkte ik eigenlijk liever met daders dan met slachtoffers. Nu, het idee van daders en slachtoffers is eigen aan de wereld waar we nu zitten, de realiteit waar we zijn. Omdat je kan niet in een duale wereld leven als je geen slachtoffers versus daders hebt. Dus als er geen twee polariteiten van inzelfde zijn. En dat is niet om te zeggen dat het ene dan beter is dan het andere. Want dat is iets wat ik in mijn studie en in mijn stages. En ik heb dan uiteindelijk ook een eindwerk gemaakt op de daders. Om te zeggen dat eigenlijk de grootste slachtoffers, of degene die in het minst voordelige stuk zitten, omdat die te maken hebben met veel meer oordelen negatieve kaders, dat zijn eigenlijk de daders, dus degenen die de rol als dader op zich hebben genomen. Nu, vaak is het zo dat mensen in een daderrol stappen, los van natuurlijk zielsafspraken en zo. We zitten er ook nog altijd een stuk keuze in. Omdat ze zich diep in de steek laten voelen en gekwetst voelen door de maatschappij, door mensen die belangrijk voor hen waren als kind. Niemand wordt geboren als dader. Oké, er zitten wel een aantal zielsafspraken in, zoals ik gezegd heb. Maar het is een keuze om te blijven in die daderrol te stappen, in de rol van een scammer te stappen, in de rol van een verkrachter, wat dan ook, te gaan stappen en zo meer. Of dief of wat dan ook. Mensen gaan daar niet zomaar licht overheen. Het is vaak een bewuste keuze dat ze maken, maar ook vaak omdat ze gewoon geen andere uitweg zien. En dat is een stuk wat ik ook wil meegeven, wetende dat er is. Dat gaat altijd zo blijven, zolang dat we in een duale wereld leven. Dat moet je goed in je achterhoofd houden. Maar je maakt zelf de keuze of dat je een slachtoffer of in een dader blijft zitten, of in die energie blijft zitten. Of je stapt eruit en je stapt dus eigenlijk ook uit die matrix. Want dat betekent dan ook dat je gaat kiezen om naar het leven te gaan kijken, de realiteit hier op aarde te gaan leven, vanuit jouw energie en vanuit dus de eenheid dat je bent. Dat is het eerste stukje. Daarmee wil ik nog een stukje verder gaan, als je dus dat eerste deel al begrijpt. En wil ik jou uitleggen hoe dat de realiteit hier beïnvloed wordt door al die verschillende rollen, door al die verschillende realiteiten
wensen, ideeën dat mensen met zich meedragen. Want alles wat je ziet hier in de 3D, behalve de natuur, moet ik zeggen, maar dus alles wat gecreëerd is door mensen, die zijn er gekomen vanuit een bepaalde gedachte die aangestuurd wordt door een emotie. En dat betekent dus wanneer je het iets vanuit een gekwetste energie, een vervormde energie had gaan creëren, dan natuurlijk ook een vervormde realiteit gaat gaan creëren. Dat gezegd zijnde, weet je of weet je niet, maar voor alles wat er op internet staat, wat je kent als jouw internet, bestaat er ook een dark versie. Een versie gemaakt vanuit donkere energie. Gemaakt een versie vanuit negatieve energie. Als je een website maakt, of als je een website, het idee van een website kent, dan zou je het wat kunnen vergelijken met, je hebt de website, dat is het stuk wat de mensen zien. Als ze naar je website gaan, dat is hetgeen wat ze zien. Maar er is ook eigenlijk een backend dan. Via het dashboard ga je dan eigenlijk naar de achterkant, de binnenkant van je website. Wel, voor het grotere geheel van internet bestaat er ook zoiets, de dark web. En dat is het stuk waarin dat... net daarom dat je moet heel bewust zijn naar wat je luistert en naar je kijkt. Want je gaat niet zien aan de hand van een website bijvoorbeeld, of dat die informatie gemaakt is vanuit goede energie, bijvoorbeeld zoals mijn website, gewoon op het witte web, kan het zo zijn, of een website die gemaakt is vanuit de dark web. Er zijn een aantal dingen waarop je het kunt zien, maar het gaat voornamelijk over het leren volgen van je intuïtie en het gevoel dat je krijgt. Natuurlijk, het probleem is dat heel veel mensen nog te veel gestuurd worden door hun eigen angsten en nog te veel geliefd worden door hun onbewuste gedachten, door hun onbewuste wonden. Vandaar dat we nog altijd mensen hebben die de daderrol op zich nemen, omdat ze niet bewust zijn van hun wonden, of als ze wel bewust zijn, dat ze niet bereid zijn om die te healen en eigenlijk zichzelf te healen en dus ook naar die eenheid te gaan. Dus zolang dat er sprake is van wonden, dan ga je altijd in die slachtofferdaderrol zitten. En ga je altijd het gevoel hebben dat er ofwel jou iets tekort gedaan wordt, of dat je iets moet recht trekken. Terwijl, wanneer je weet en leeft vanuit een hogere eenheidsbewustzijn, dan ga je weten dat de universele wetten er zo zijn dat er altijd terug weer een balans gecreëerd wordt. Dus dat het niet aan jou is, dat is niet jouw verantwoordelijkheid en niet jouw taak om dingen weer recht te trekken. En daar komt dan ook weer de keuzes die we maken iedere keer erin. Afhankelijk van de keuze die jij maakt, ga je iedere keer in dat slachtoffer en dat dader. In dat slachtoffer en die dader. In de slachtoffer en die dader. En dat is het moeilijkste. In die zin, dat het is niet moeilijk op zich, maar het vraagt een constante toewijding en een constante actie, effort. Je moet er met je energie in zijn en mee bezig zijn en naartoe gericht zijn en naartoe focussen. En dat brengt mij dan op het manifesteren. Ze zeggen altijd van, alles moet in alignment zijn. Daar gaat het over. Dat je vanuit eenheid je emoties, je gedachten en natuurlijk ook je actie afstemt op één lijn. Namelijk eenheid, namelijk onvoorwaardelijke liefde, namelijk... al de dingen en de keuzes die ik maak voor mijn hoogste goed, zijn ook voor een ander. Dat mag niet vanuit je ego komen, dat is niet vanuit je gekwetste kant komen. En dat is het grootste werk dat je te doen hebt. Constant, elke dag, en elke seconde, en elk moment. Als ik wil, kan ik elke moment, elke dag keuzes maken, antwoorden geven, mensen dingen terugsturen en uitspuwen, bij wijze van spreken, vanuit mijn ego. Of hun schaduwen en zwaktes gebruiken om mezelf te gaan verrijken. Maar ik kies dat bewust niet voor, omdat dat mij niet, geen vervulling brengt. Waarom zou ik dat doen? Maar er zijn jammer genoeg nog niet, ik ga niet zeggen nog niet veel mensen, maar er zijn jammer genoeg nog niet een grote massa die op die manier dat in het bewustzijn neerzetten. Dus ook daarin wil ik ook meegeven dat je ook in de spirituele wereld je bewust moet zijn, want waar dat er een behoefte gecreëerd wordt, wordt er automatisch ook mogelijkheden gecreëerd om... ongeduld is ook zo een. Er was dat bijna net iemand in mijn
in mijn gat van mijn auto, omdat ze geen geduld hadden totdat ik opgereden was. Maar dus ook, wat was ik aan het zeggen? Ja, ook elke dag wordt er dus van zodra dat er een bepaalde behoefte gecreëerd wordt, een bepaalde nood, zoals dat we zeggen, dan wordt er automatisch een mogelijkheid gecreëerd voor de donkere kant, de andere kant van het spectrum, de negatief laagtrillende energieën, om daar misbruik van te maken. Ik zie het vaak gebeuren, en dat is eigenlijk de enige reden waarom dat scamming werkt, zeker bijvoorbeeld ook in de crypto-wereld, omdat er is heel veel onwetendheid rond de crypto's. Mensen weten dat crypto iets goed is en ze voelen intuïtief aan, want het is iets goed, maar ze weten nog niet voldoende om te weten wanneer dat ze opgelegd worden en wanneer niet. Dus ook daarin is het belangrijk om jezelf te gaan onderwijzen, om jezelf wijzer te gaan maken, om dingen te gaan onderzoeken, om niet zomaar gewoon dingen aan te nemen omdat iemand claimt een expert te zijn. Net hetzelfde in de spirituele wereld. Dus dat heeft te maken met geld, maar dat heeft te maken met alle dingen. Geld is ook energie. Maar dat betekent, en dat is misschien het belangrijkste wat ik u wil meegeven, is dat nog des te belangrijker is om jezelf te gaan ontwikkelen en te leren gaan vertrouwen en te leren ontdekken, observeren hoe dat jouw eigen intuïtie werkt, hoe dat je eigen connectie met jouw team werkt, zodanig dat je het in elke situatie van je leven kan gaan gebruiken. Ja, de postbode was daarnet, dus heb ik maar eventjes mijn video gestopt. En ben ik ondertussen naar binnen gekomen. Dus dat is, wat was ik aan het zeggen? Ja, je eigen intuïtie gebruiken. Ik kan ertussen mijn poes buiten laten. Een van de twee. Je eigen intuïtie gebruiken. Dat is het belangrijkste. En dan ga je zien wat dat de dingen zijn die authentiek zijn. Want jouw energie, jouw eigen ziel, jouw energie heeft die dualiteit niet. Die dualiteit is er niet. Dus wanneer dat je vertrouwt op je ziel en wanneer dat je weet hoe dat jouw ziel en jouw systeem werkt, hoe gemakkelijker dat je gaat kunnen afstemmen en gaat kunnen voelen wanneer dat er iets niet in afstemming is en wanneer wel. Dus, zie je de mooie zonnestralen? Dus, lang verhaal kort. Geloof niet alles wat er is. Geloof ook niet alles wat de anderen zeggen. Want alles wat de anderen zeggen is hun realiteit, gebaseerd op hun overtuigingen. En ik ben hier aan het zoeken om op een goede manier mee te zetten. Misschien moet ik gewoon terug naar buiten gaan. Maar dus, wanneer je dat hebt en bewust bent dat niet elke realiteit, dat anderen verklaren dat de waarheid zou zijn, dat dat niet de waarheid is, maar dat je zelf kan kiezen wat je waarheid is, dan ben je klaar om een meester te worden van jouw leven, een meester in manifesteren, een meester in het werken met energie, wat je maar wilt. Manifesteren is niet moeilijk. Het probleem is dat er daar zodanig veel informatie buiten is, dat we constant, en dat merk ik, dat heel veel mensen dat doen, zijn we constant bezig op zoek naar nieuwe informatie. Naar de nieuwe sleutel, naar het nieuwe mysterie, wat dan ook. Er is één formule die je moet weten, en die formule staat in de cursus Manifesteer met je elementen. Als je die snapt, en je zet hem, en je kan hem integreren in je leven en in je dagelijks leven, dan is er niets anders dan je moet doen. Ik ga het hierbij laten. Ik zou zeggen, als je daar vragen over hebt, of het is iets niet duidelijk, of je hebt zoiets van, wow, Lindsay, wat heb je mij nu verteld? Daar heb ik nog nooit eerder van gehoord. Ja, sorry, maar dat is nu eenmaal ook mijn doel hier op aarde, om hele huisjes omver te duwen en nieuwe informatie aan te brengen. Dan zou ik zeggen, luister het gewoon nog een paar keer opnieuw. Neem wat dat resoneert met jou op dit moment, en misschien dat later dan de rest van gaat vallen, misschien ook niet. En ook dat is allemaal oké. Maar dus, het belangrijkste punt, werk aan de relatie met jouzelf. Werk aan jouw intuïtie. Leer die signalen te gaan op een goede manier te gaan ontcijferen.
En dan ga je nooit meer het gevoel hebben dat je bedrogen wordt of dat mensen jou iets achterhouden. Want je gaat gewoon weten wanneer ze dingen zeggen die niet kloppen. Zo is het. Voilà, ik ga mijn poes eten geven. Je zit er echt constant aan mijn benen te zien. Dat is het. Onze spooky. Voilà, dat was het voor nu en tot de volgende.